De stadswal kan 50 centimeter worden verhoogd. En deze flexibele kering is bedoeld om golfslag vanuit de Waal tegen te houden bij in het geval van hoogwater. En die schepen die nemen een soort van golfslag met zich mee. Nou, en als die golfslag bij hoogwater komt, nou, dan houdt deze kering houdt dat tegen. Om de 5 jaar wordt de flexkering hier in Zaltbommel getest. Nou, je wilt weten hoe het materiaal is, of het draaiboek werkt, of het allemaal loopt, of het snel genoeg gaat. Deze klemmen die draait mee strak, draait mee naar beneden, dat die rubbers gewoon alles afdichten. Het is eigenlijk overal hetzelfde, dus dat de balken overal inzetbaar zijn. Dus als we bijvoorbeeld balken in Nijmegen tekortkomen, zou je deze balken in Nijmegen ook in kunnen zetten. Ja, dat is een goede zaak, hè? Want het water kan echt hoog komen. Kun je beter van tevoren even oefenen. Fantastisch, hè? De oefening verloopt buitengewoon. We zitten goed in het tijdschema. Paardenmest wordt alleen nog gebruikt voor de coupure in Tiel. Bent u zeker wel blij mee, geen paardenmest meer? Eigenlijk wel, ja. Ja. Het is toch, stinkt een beetje en noem maar op. Nadat de laatste balk werd gelegd, kon de ploeg de waterkering direct weer afbreken.